De Federatie van Oudstrijders heeft vanmorgen een educatieve dagtocht georganiseerd voor leerlingen van de AT Kalor en de Wulfingschool. Het doel van de activiteit was om de jeugd te informeren over de ervaringen van de oudstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Fred van Russel, voorzitter van de Federatie van Oudstrijders, heeft de bijdrage van deze groep Surinamers ervoor gezorgd dat landen nu wereldwijd in vrede leven met elkaar. Van Russel bracht in herinnering dat veel oudstrijders al overleden zijn. De weinigen die nog in leven zijn, willen middels dit jaarlijks terugkerend evenement de geschiedenis aan de jeugd kenbaar maken. De federatie zal deze activiteit niet slechts in Paramaribo organiseren, maar zal ook naar de districten gaan. We proberen om zoveel mogelijk het land in te trekken. Dus onze voorbereiding, wat we graag zouden willen hebben om naar Nikeri te gaan op die schooljeugd daar. En we zijn al in Komowijnen geweest en Saramaka moeten we aandoen en ook Brokopondo. Aldus Fred van Russel, voorzitter van de Federatie van Oudstrijders. De leerlingen van de AT Kalor School en de Wulfingschool mochten vanmorgen genieten van een educatieve dagtocht georganiseerd door de federatie.